Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector. Dit is Nieuwe Oogst TV met vandaag. Varkenshouder heeft vertrouwen in de toekomst. Klanten geven een oordeel over Flora Holland en er dreigt een voedseltekort voor vee in Zuidoost-Nederland. Het vertrouwen van varkenshouders is sterk toegenomen. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex over het tweede kwartaal van 2016. Niet alleen de huidige situatie op het bedrijf wordt beter beoordeeld, ook de verwachting over 2 tot 3 jaar is positief. De biggenprijzen zijn in het begin van het tweede kwartaal gestegen. Naast varkenshouders zijn glastuinders en akkerbouwers positiever over de huidige situatie. Bloemenveiling Flora Holland start halverwege augustus een vervolgonderzoek naar de tevredenheid van leden en klanten. Het nieuwe onderzoek moet de bloemenveiling een beeld geven wat de meerwaarde van Flora Holland is voor leden en klanten. Daarnaast vraagt de veiling de mening over de nieuwe koers van Flora Holland. Er dreigt een voedseltekort voor vee in Zuidoost-Nederland. Voorzitter Leon Vaassen van de LLTB verwacht dat eind van het jaar verschillende boeren het voedseltekort zullen merken. Door het noodweer mislukken namelijk veel oogsten. Ja, ik denk zeker op individueel niveau dat dat gaat voorkomen. Daar ben ik van overtuigd. En dan kun je misschien met veel meer geld bijkopen, maar waar moet je het geld vandaan halen als je je geld hebt geïnvesteerd in de nieuwe oogst? Dat is wat het probleem gaat worden. Vaassen sluit niet uit dat er acties zullen volgen. Dat onbegrip bij onze leden, ook bij mijn achterban, dat wordt steeds groter. Die me bellen van ja Leon, wordt het niet langzaam eens tijd om naar Den Haag te gaan? Ik geloof daar niet in. Ik denk dat we onze belangen moeten behartigen. Dat heb ik al vaker gezegd. Maar op het duur zal mijn achterban zeggen van ja, we komen er niet. Dus ik weet niet hoe groot die actiebereidheid dan wordt. En daar voel je wel een bepaalde spanning komen. Dat voel ik steeds duidelijker. Vaassen heeft ook geen vertrouwen in het ministerie. Als je de brief ook ziet die we krijgen van het ministerie. Daar staat eigenlijk niks concreets in. Het hangt aan elkaar van, wordt dan bekeken. Ben ik bereid om mij in te spannen? Ik werk aan de mogelijkheid dat zal bezien of zal worden bezien. Ja, dat soort dingen, daar word ik niks mee. De initiatiefnota Vogels de Wijde Wereld van GroenLinks kan rekenen op steun van boerennatuur.nl, de koepel van collectieven in agrarisch natuurbeheer. Tweede Kamerlid Rick Grashof lanceerde onlangs zijn initiatiefnota Vogels de Wijde Wereld. Een plan om meer grutto's, kievieten en schooleksters op het boerenland te krijgen. Dit jaar zijn de boerencollectieven van start gegaan met een nieuwe aanpak van agrarische natuurbeheer. Grotendeels weidevogelbeheer. De Rabobank verwacht dat de melkprijs niet zal stijgen voor 2017. De oorzaak van de huidige lage melkprijzen is volgens de bank de lage olieprijs. Kevin Bellamy van de Rabobank laat weten dat het herstel is ingezet, maar dat het nog gestaag gaat. Een echt significante verhoging van melkprijzen verwacht hij niet voor 2017. Tot slot het weerbericht van agroweeradvies.nl. Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws kijk op onze website nieuweoogst.nu of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube. Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector.